van het strand spelen verlaten. Bij het schijnsel van de maan. Trekken met het derde handje, want de Waschappense heikloeg die zat vroeger ook aan de zee. Als allerlaatste vraag ik aan Leo nog even om een munt te geven, want het bouwwerk natuurlijk wat geluk wordt er toegewenst. Dan zetten we nog een muntje op de paalkop en dan gaan we met jullie erbij geven. En een grote klap slaan we die munt eigenlijk zo in die paal. En dat is eigenlijk het officiële moment. Dus dan wil ik nu het woord geven aan de kapitein om even te zorgen dat die paal eronder gaat met een eerste gebakje. Dat was toch de fiets. 1, 2, 3 al op de heiland. 1, 2 nog een keer. Aan het strand stil en verlaten. Bij het schijnsel van de maan ziet men daar een aardig paardje vol van weemoed aangedaan. Liefste, wil je mij beloven, morgen ga ik weer naar zee. Ho, heb je wet, strijk en zet. Kijk, dat was het moment. Nu staat de paal even gesteld. En dan Leo en Geert, als jullie ook naar voren willen komen. Piet en Jo, even een gemakje. Mannen, zet je. 1, 2, 3 al op die hei dan. 1, 2 nog een keer. Daar is die straat. Ach, liefste mijne. Spreek zo ver niet in het verschiet. Want de zee is vol met mijnen. En die dingen zie je niet. Hoog in je wet, strijk en zet. Kijk, dat was het, Geert. Leg hem er maar op, Leo. Kom mee aan de touwen, Leo, zou ik zeggen. Want het is tenslotte jouw gebouw. Piet aan jou. 1, 2 jaar op die hei dan. Ja, nog een keer. Nog een keer. Dat er toch een punt erin gaat. 1, 2 nog een keer. Oh, heb je wel strijk aan zet. Applaus. Dit is het moment. Dank je. Van Dover van de IJsselbakken Veerhuis. Daar woont het meisje, Greetje is haar naam. Die handen van de bij het schijnsel